Waarom zijn we eigenlijk hier? Nou, we zijn vanavond hier omdat er twee mensen helaas gaan stoppen bij de eterij of de cafetaria het Huis Hebke. En die zijn niet alleen maar zomaar mensen die een beetje frietjes bakken, maar zoveel meer. En we vinden dat ze eigenlijk verdienen om eens even goed verrast te worden en een mooi afscheid. Dit is Maasduinen Centraal. Wat hebben Friese en Ellen betekend voor Heijen? Nou, ik denk wel heel erg veel. Misschien dat Maaike er even bij kan komen. Nou, ja. Ja. Nee. Ja, wat zijn Friese en Ellen voor Heijen? Die staan zo midden in het dorp, midden in de gemeenschap. Ja. Ze zijn gewoon een paar lieverds. Ze kennen iedereen. Met iedereen. Ja. En ze zitten bij heel veel commissies in het dorp. Dus ze verdienen gewoon een mooi afscheid. Ja. Ze zijn altijd vol bezig in de cafetaria met de wortelpin. Ze doen heel veel voor de jeugdraad en ze hebben een keigezellige meisje. Wat gaan jullie doen als afscheid? Nou, we gaan iets heel ludieks doen. We hebben een flashmob voorbereid, een dans. En we gaan nog een liedje zingen. Er komt nog een speech. En daarna gaan we met z'n allen gewoon borreltjes drinken in de tent. Hoe gaat het dansje? Oh, ja. Even bellen. Hoe gaat het dansje? Thuis heb je midden vele teams, altijd klaargestaan. Tot nog even is gedaan. Hoe voelt dat? Ja, bijzonder. Ja, er is. Dus ja, dankjewel. Ja, ik weet het niet. Ja, heel goed, heel goed. Eén grote verrassing. Echt niet zo'n beetje in de gaten gehad. Al die bestellingen met die bitterballen, die waren wel een beetje spannend. Maar nou, dit. Ja, onvoorstelbaar. Als ik dit had geweten, had ik hem niet durven stoppen. Doen jullie dat nou omdat jullie blij zijn dat ze weggaan? Oh. Nou, ik denk dat hij waarschijnlijk wel hier tot het eind zal blijven zitten. Ik denk dat er heel wat tranen gelaten worden. We hebben de zakdoekjes bij ons. Nee, echt als eerbetoon aan hun. En we vinden het super jammer dat ze weggaan. Maar we begrijpen het allemaal. We gunnen hun ook een rustig ander leventje in Afferdet toe. Fantastische mensen. Ontzettend veel ingezet, getoond voor onze gemeenschap. En een gigantische cafetaria gedraaid. Nee, ja, echt heel erg leuk. Maar we hebben altijd alles met liefde gedaan hier in Heijen. Eén groot feest. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij.